Heb geen angst, want iedereen doet business! Wat heb je ginger bij? Beven, kijk! My honest reaction. Hey, what the fuck? Hey, pak hem! Business! Zeg eerlijk man, je outfitje, tjatsch! Hey, fuck! Lava, Joachim! Hey, er staat neuk, er staat neuk! Neuk! Ik dat Leon geneukt heeft. En ik. Ja, kijk hoeveel. Bart is er niet, Tim is er niet, Freek is er niet, ja, jongens, je moeder is er niet. Gameforce was leuk. Ja, maar dat is wel raar. We gaan vandaag niet naar een anime-con of een comic-con, we gaan naar een game-con. Ja. Want wij zijn epische gamers, ouwe. Overwatch 2 servers. Yo, dat is accuraat momenteel. Welkom bij Autisticon, we zijn vandaag met Bart. Is lang geleden, tot Bart weer op de kom. Oh, Bartje, hoe lang geleden was het? Hey. New 2 years. Wow. Het één stuk is er. Kunnen we even normaal doen? Hey, kijk, daar is je ook. Het is Minata van mijn hero. Ja. Je bent vandaag jarig, hè? Je bent jarig vandaag. Hij is jarig vandaag. Ja. Hoe voelt het om jarig te zijn, man? Maar waar is Momo? Hoe lang geleden is het dat jij op IJsberenVlogs was, ouwe? Te lang. Ja, te lang. Maar hij is er weer, ouwe. De Mewtwo, jongen. Doe een drakenpoeien. Nee! Hey, ik zag dus dat er een Game Mania bus is. We stappen in de Game Mania Battle Bus. Ja. Dan gaan we vastzetten en dan gaan we de lucht in en dan gaan we naar onderrood eiland. Yo! En dan doen we een Battle Royale met Monkeloid en Kang. Kast van der Pol. En Bas Kleijgel. Bart, Dero en Nigel pakken de reis naar Gameforce. Ze moeten vluchten om te overleven van deze kei. Welkom bij een nieuw jachtseizoen. Van één stuk TV. Yo! Wat vind jij van Farif Jerif? Ja, goed Games verhaal. Games Blimplex. Oh, je hebt een Squid Game kaart. Maar wat is dit? Wat is het? Het is een soort sample. Dit is een sample. Kijk, ik proef een beetje yogi. Hey, ik voel een beetje spanning hier tussen. Oh, first dates op Gameforce. Moet je eerst wel een beetje onderzoek gaan doen. Hoeveel tickets ga je vandaag pakken, ouwe? Ik heb er al 3 gepakt. Oh. Dit is al gevonden. Is dit wel slim? Is dit wel slim, ouwe? Ik zeg heel eerlijk. Nee. Daryl, hij gaat G-Fuel nemen, dat is echt niet slim, ouwe. Nee. Wanneer ADHD weer G-Fuel gaat nemen, ADHD. Nee, zijn hoofd gaat exploderen. Zijn hoofd is zo. Zijn hoofd gaat exploderen. Nee. Oké, Bart, we zijn binnen. Wat gaan we doen? We gaan rennen naar Mon. Yo, nee. Hij is er weer, maar hij is dit keer niet helemaal brak, joh. Nee, je bent echt... Maar kijk hoe mooi dit is, joh. Pokemonkel.nl. Even kijken. Voor alle Pokémon. Maar die arts kunnen zeker al weg, of niet? Dark. Hey Bart, man, wil je een kitkatje? Hey, lekker man. Daar word je dik van. Yo, maar ik ben al dik. Dus snel. Snel. Oké, we hebben gewonnen. Nee, dat is niet waar. Oké, wat ga je winnen? Wat ga je. Okay. Yo! Je bent een koude harde muismat. Gebrengt! Gebrengd, je hebt niks, je hebt kaka, je bent koulo, je hebt niks, man. We hebben de Fortnite. We moeten je inhouden. Hey, is dat Julian Hogedoorn? Hij wil je, nee! Spallababoom! Inktvissen met inkt. Oké, Batman, listen up. What if we organize a splatfest? Het is een nieuwe splatfest, But the theme is piss, shit and cum. Welke zou jij kiezen? Tits, ass and personality. Nee, we moeten cum personality. Fuck dat.
Yo, het is Jet Black van Mario Bros film. Open the gate! Yo, we do not. Ja, goed joh. €5 op je mel. We kunnen hier alleen praten in Animal Crossing. Ga je me nou vermoorden? Hey, Freek wil heel graag een teentje nee, in. Nee, dan moet je... Mijn graf be like. Hey! Hey, kijk nou! Ik heb een Pokémon gevangen! Dit is onze vlog. Yo, it's Zedder. I'm currently vlogging in the Netherlands. Hey, gozer, wat is dit nou? Dit is vlogception. Maar naar welke kamer? Wat? Je kent mij? Ja, we staan bij de Monkel, de Monkelmannetje. Ja, Pim, is dit Pim van wat? Hoor je van Pim? Je stuurt een poggetje in de chat. Zeg Eldekos. Zeg Eldekos in de chat. Hele chat vol met Eldekos. De Eldekos pog, ouwe. Wat vind je van zijn outfit? Beetje mooi, hè? Ik vind hem lid, jongens. Ik vind hem echt lid. Ja, ja, echt mooi, hè? Hij is 70 geworden toen Mario Kart toernooi, weet je nog? Hij stond in die finale, maar wat was het? Het was een troostfinale, was het blijkbaar. Hij is gewoon echt kaka. Oh, dat zijn niet mijn woorden. Ik ga niet gemeen, maar altijd die gingers, hè. Nee. Alleen maar lof, alleen maar liefde. Alleen maar liefde. Ik kan een half hartje doen. Ik kan een half hart. Yo. Oh. De boeren. Nee. Yo, Freek, helemaal in zijn element, ouwe. Ik ben een zondeel. Jongens, Ark 2 ziet er echt fantastisch uit. Yo, het is Ark 2, ouwe. Dat is Jasper Fleur. Yeah. Alleen maar liefde. Alleen maar liefde. Yo, het is Jasper. Yeah. Deze kalatjes komt ertussen. Business? Ja, business. Yeah. Yo. Bijna de campingconventie in. De kampeerbeurs, hè. De kampeerbeurs. Heel nice, heel nice. Freek is een champagne trekker. Yo! Ho! Ho! Hey, film deze keer. Jasper, je lijkt wel een beetje op Dreamhack. Kijk die kin. Het masker is, dat is inderdaad. Dat is een masker. Jij vindt Dreamhack gek. Eerlijk. Yo, Freek, hoe gaat het, man? Yo, weet je wat ze ook nooit zien aankomen? Nou? Dat is de baby. Kijk. Je vriendje is een loser. Hij zit thuis op zijn computer. Zo wanneer die als door Chris praat. Kijk die neus. Jack, wat heeft Jack Black van je aangedaan? Kijk, dus Chris Pratt heeft zichzelf opgehouden omdat hij geen goede stem voor Mario is. Ja, hij is nog steeds aan het rennen voor de Uncharted Critic. Yo, dit is wel lekker muziek, man. Misschien leuk loopje erbij doen, man. Misschien een leuk loopje erbij. Ja, man. Oh, het is Ed Sheeran. Ed Sheeran over 30 jaar. Intense gameplay, ja. Ja. Nee, joh! Ja! Cristiano Ronaldo! Wat een dikke versie. Gym leader! Yo, de Zelda komt gym leader! The One Piece is real! The One Piece! Er is meer zo'n stoornis in de prikkelverwerking in het brein. Dat is een goeie! Yo, allemaal gamers hier! Ik wist echt niet dat er zoveel famous mensen hier op de kom waren, maar gewoon Chris Pratt. Yo, Chris Pratt! En jij wilt een pack battle doen met Monkel, hè? Een pack battle doen met Monkel. Yo, ja! Oh mijn god! Hey, business met me, you two. Business, geef. Ja! Hell yeah! Pringles X Pokémon! Ja, Pringles X Pokémon! Ja! Wat zei je? Ik heb hem opeens! Ik heb hem op! Deze video is gesponsord door Pringles! Nee, hij is jarig vandaag! Ben jarig? Ik hou van Momo! Ja, hij is jarig vandaag! Hij is jarig vandaag! Hey, gefeliciteerd met je verjaardag! Back battle met die Monkelmannen. We doen een met de Monkelmannen. Ik ben een geboren boete. Als ik nu twee pakjes koop, wil je dan een back battle van de moeten? Mag hij dat filmen? Mag het? Ja. Ja, maar ik en Pim zijn echt matties, hè? Wij zijn matties, ja toch? Zeker. Ja, zeker. Ja, factuur, ja. The Battle of the Agents. Dit is spannender dan One Piece. Vergetcodetje hebben. Ja, voor de kijkertjes. Hij begint met een V-startje. Hij begint wel even met die V-startje.
Bravo, joh. Ja, man. Ik ga echt een Oh, de alternate art, joh. Gaan we pekken. Hoe voelt het nou? Hoe voelt het? Pijnlijk is dit. Dit is wel heel pijnlijk. Je mag ook een Twitch kanaal hebben. Dan ga jij. Je mag alles hebben. Heel zijn bedrijf. Hij kan het blijkbaar beter. Dat is helemaal paal. Dat is een diokertje. Jij bent jaloers, hè? Yo, de nieuwe taste review. De nieuwe taste review. Ze waren voor mij echt te zuur. Zure kangaroo. My honest reaction. Oké. 10 seconds later. Oh shit. Nutella. Yo Freek, hoeveel bekertjes ga je omschieten? Hoeveel bekertjes? Geen idee. Ja. Oh, je hebt echt zo'n McQueen Cassidy snaps voor je. Oh! Damn! Ah, je hebt nog steeds dat ding aan. Bruh. Oh, helemaal balen, joh. Hey Bart, zullen we nu even Gambling Blimblack spelen ofzo? Dat is ook wel heel tof. Dan kan je als Fenty. Ja. Dat is een van de namen die ik ken. Bartje, makkertje, man. Wat ga je doen? Wat ga je eerlijk? Met mijn ogen. Wauw, dat ziet er echt heel tof uit. Maar hoe werkt het eigenlijk zo? In principe is het zo dat er een eye-tracker in zit. Okay. En die eye-tracker die kalibreer je met je ogen. Ja. Op die manier kan je met je ogen Minecraft spelen zonder je handen te hebben. Een soort van Wii-controller die eigenlijk dat sensortje pakt, maar dan met je ogen dus. Ja, zeker. Ja. En het mooie is dat dus iedereen ongeacht de beperking kan gamen. Ja, en dat precies. Dat is waar wij voor staan. Ja, want daar staan jullie dus inderdaad voor. Ja. In principe is het zo dat wij verschillende organisaties uit Nederland zijn. Ja. We hebben de handen in de eten geslagen, omdat wij echt vinden dat iedereen moet kunnen meedoen. Ja. We zijn verschillende organisaties allemaal bij elkaar. Heel veel organisaties, inderdaad. Ja. En we zijn allemaal bij elkaar gekomen omdat wij echt vinden dat iedereen ongeacht de beperking moet kunnen gamen. En dat kan bijvoorbeeld met je ogen. Oké, op de papkaai. Je moet even op het troontje zitten, man. Hij blijft wel even hakken, zo. Hè? Hij blijft wel even hakken, maar dat het maakt, hakken. Dat ja, maar hij houdt van hakken. Oké. Maar wat is daar hiervoor dan allemaal voor? Nou, dit is een aangepaste controller. Oké. Daar kan je allemaal losse knoppen op aansluiten. Het ziet inderdaad uit als een hele grote controller, maar dan helemaal uitgewerkt het zo. Het is ook echt een controller. Je kan het ook gebruiken als controller. Oh. Die twee grote knoppen hebben ook een functie. En dat kan je allemaal instellen. Ja. En al die losse knoppen kan je er inderdaad aanhangen. En zo kan je voor iemand de perfecte game setup maken. Bart, wat is het eindoordeel van Minecraft met ogen? Het vliegen ging niet zo goed, maar alle... Het vliegen? Nee, heb je gevlogen? Dat was een beetje zo. Jeff Rogan. Hey, Donkey Bong. Donkey Kong, meer la Konky. Oei. The One Piece. Dit is gemaakt van Julian's neus. Ik heb nog nooit zo'n koude tamperoeris grote kast gezien, ouwe. Kijk deze strijder met een nieuwe logoetje. Gemaakt door Mech Martio. Shoutout naar hem, ouwe. Shoutout naar Mech Martio, Martio Mecht. Dus even abonneren op Bart's nieuwe kanaal. Bart's nieuwe kanaaltje. Ja, lekker man. Ook collab-video's met IJsberen Vlog. Laser game. Ik ga lasergamen in een grote luchtzak. In een grote luchtzak met een gleufie. Wanneer iets naakt is. We zitten in Fortnite. Yo, hey, wie is er? Hey, what the fuck? Hey, pak hem. Hey, misschien zit hij hier achter, man. Hij zit daar. Je ziet helemaal niks. Hey, pak jou, kill. Het is wel een beetje jammer, man. Beetje jammer. Het werkt voor geen meter. En dan. Hey, maar. Oh. Yo, Nigel Roos gaf even een cadeautje voor Bart van Twillert. Het is een condoom. Yo! Hey, dat is fucking sick! Doe hem even na. Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Hey Jasper, ik wil graag een interactie tussen jou en Tim hebben. Zoenen. Yo, het is Tim Oosterkamp. Het is goed met je Oosterkamp. Tim! Ja! Wil je business doen? Ja. Business! Ik moet zeggen, je bent vandaag minder kaal dan normaal, man. Ja. Je hebt nu een beetje haartje. Wow.
The One Piece! It's real! The One Piece is real! The One Piece! Het één stuk is echt! Yo, Max Verstappen zit daarin nou, een mokkie! Oké, we weten nog niet of het de Kaan is, maar we hebben een gratis rookstartje gekregen. Dus dat is wel heel lekker. Let's go! Krijg de vinkend hier. Reviewtje. Er zit een prik in, helemaal kut. Yo, even een leuk vlog verhaaltje. Bart, wat gebeurde er? Er liep net een kind langs me. Yo. En die zei... Hé, hey, kijk, hij heeft een Pikachu! Hé, die hebben we daar, lekker balletje zuigen. Is hij goed in? Yo, Jack Black, ouwe. Yo, the One Piece is real. The One Piece. Yo, hey, even business doen. We hebben business. Even handje. Een handje geven. Ja. Bowser Jr. ook, hè. Bowser Jr. ook even handje. Ja, toch. Open the game. Oh, nee. Hij vroeg, who's gonna stop me? Ja, die mensen daar. Who's gonna stop me? Maar onze business, Mewtwo, hij wil business doen met jou. De business. Hier, die Hij is weg, hij is van. Tot zover de zaken, Mewtwo. Nog tot verder. Hier. Oh ja, wat hebben we hier? Ja, dit is ook allemaal van meneer. Ja. Naruto, wat is dit? Ja, ja. Godzilla, man. Hey, oké. The One Piece, hè. Wat vind je van Gameforce, man? Maar wel leuk. Wel, het is meer een markt dan een beurs. Hey, de business met de monkel. Holy shit, nou, kijk hoe vol deze muur is gekomen. Maar de IJsbeer Gaming staat er nog bij. En wat de fuck? Hey, waar de fuck is Dungy? Waar is Dungnootje, man? Derdo Gaming. Gaming Yo, mensen, Epic. Welkom bij een nieuwe aflevering van Obesitas Gaming. Maar Bart, het is de einde van Gameforce. Wat vond jij van Gameforce? Het was lit. Inderdaad, het was echt leuk, Bardo, hè? Wat Bardo zei, het is iets meer een beurs. Ja. Er zijn minder stands. Ja. Maar het was alsnog gezellig. Het is alsnog groot. Er is genoeg te zien. Er is genoeg te doen. Ja. Mensen gaan. Ja, maar leuke mensen zijn, zoals wij. Cijfertje snel. Een 9. 9, oké. Een secret rare, Ja, speel maar op. Ik geef hem een 7. Daryl, wat vond jij ervan? Gameforce, wat vond je? Je bent nu nog bezig, maar... Oh, dit, hey, lekker man. Hey, wie zit er nou onder, Tim? Wat vond je van Gameforce, ouwe? Gaming Force. Tja, wat kan ik wel zeggen? Het was... Niet bagger! Nee, niet bagger. Het is geen Tomo. Roman! De man die alles kan! Heel even nog in de vlog. Wat vind jij van Gameforce hier, man? Blue Monica, hey, Faka. In my life, the elder gods, the great rare. Wat vind je van Gameforce? Ja, speel maar gewoon de nice circulation af. Ik ben er klaar mee. Business! Nu krijgt hij een contract, ja, een teamcontract hier, lekker man! Hey Tim, Kids Got Gaming, yo! Ik voel me niet meer zo, man, elke kost! I don't really need your love, the one piece is real and I need the one piece! Bam, 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 bam! Bart, zullen we kussen in een van deze ruimtes? Can we get much higher? Aliens! Nee. Klootzakken! Yo! Deze film. Teens! Deze video wordt 90% Bart en 1% Nigel. Welkom bij een nieuwe aflevering van X-Factor met vandaag Bart! Wat ga je zinnen voor ons? Can we get much higher? Hey. Godverdamme! Yo. Amy, YouTube heeft business gedaan, heeft monies verdiend en nu is hij wezen shoppen. Yo, hij is wezen shoppen, joh! Het is een prank! Dat is echt helemaal balen.